kleur blauw. Zoek jouw manier om jezelf te uiten. Communicatie. Kernwoorden: waarheid, communicatie, trouw, sereniteit, vertrouwen, spiritualiteit, creativiteit en uiting. Ijdelheid. Watermensen. De breekbare balans tussen wat waar is in ons hart en wat we communiceren, wordt weerspiegeld in water. Leef en communiceer je jouw waarheid of speel je daarmee? Dit kan een tijd van ontwaken zijn, tot een nieuwe manier van zijn. Pas op voor afleidingen die je wegtrekken bij je ware ik. Inspiratie. Ik wil meer, beter, groter. Ja, dan zal ik me goed voelen. We zeggen allemaal dat we zullen stoppen als we genoeg hebben. Maar het is nooit genoeg. Mogelijk zoek je buiten jezelf naar bevestiging. Meditatie. Visualiseer een aquablauw licht binnen in jou. Stel je voor dat je wordt omringd door mensen van wie je houdt. Voel hoe het licht groter wordt en over al je geliefden stroomt. Stuur dankbaarheid naar hen van wie je houdt en hen die je nog moet ontmoeten. Zegen hen allen. Wees je bewust van de energie en van eventuele boodschappen die je ontvangt. Kleur blauw. Zoek jouw manier om jezelf te uiten. Communicatie. Kernwoorden: waarheid, communicatie, trouw, sereniteit, vertrouwen, spiritualiteit, creativiteit en uiting. Zoektocht. Het marineblauwe pad. Marineblauw combineert het blauw van communicatie met het donker van het onbekende, dat ons de waarheid laat zien. Hier is sprake van moed en het vermogen de waarheid onder ogen te zien. Inspiratie. Als ik ergens anders ben, zal mijn leven betekenis krijgen. Misschien ben je bezig aan een onnodige zoektocht. Gun jezelf de ruimte voor zelfonderzoek. Meditatie. Schrijf 5 waarheden over jezelf op. Bekijk je lijst en doe dan je ogen dicht. Zie het marineblauwe pad voor je liggen. Misschien zie je beelden of hoor je een lied of voel je de zon op het pad. Laat alle gewaarwordingen toe. Wanneer je klaar bent, doe dan je ogen open. Heb je nieuwe inzichten gekregen over je waarheden? Kleur paars. Leren te zien zonder gezichtsvermogen. Het onzichtbare zien. Kernwoorden: begeleiding, intuïtie, geheimen, integriteit, kennis, spiritualiteit, innerlijke kind, mysterie en waardigheid. Zwaarmoedigheid. Iris violet. Je hebt alle antwoorden die je nodig hebt al in je. Deze kaart kan wijzen op een emotionele band die je niet langer van dienst is. Denk eraan, hoe jij omgaat met de kwestie, is de kwestie. Obstakels worden verwijderd wanneer jij er anders mee omgaat. Inspiratie. Door actie te ondernemen, vond ik de uitweg.
Iris leert ons dat de enige weg uit stagnatie beweging is. Als we niets doen, moeten we de consequenties daarvan accepteren. Meditatie. Stel je een wijd landschap voor met een vrij uitzicht. De wind waait en draagt je zonder waarschuwing naar een plaats van verdriet. Vraag de grote geesten te onthullen welke actie je moet ondernemen. Je zult ofwel intuïtief weten wat je moet doen, of het zal binnenkort aan je onthuld worden. Doe je ogen open en zie dat alles vredig is. Wees dankbaar.